Wat is dit? Dit is voor jou zometeen. Een leeuwenhoeren! Nou, ik ben kapster. Oh jee. Deze gaan we dus niet pakken en op, want die is... Mama! Ja, schat. Niet zo doen! Daar kan je beter mee klippen. Met de grondkant. Is het nou beter? Gek was wel. Zetten. Wat heeft ze gedaan? Hey hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video hier op Good Life. De kinderen vinden het zo fijn dat ze niet naar school moeten, maar ik heb een verrassing voor ze. De school komt naar jullie, dus ze hebben weer wat huiswerk voor jullie en die mogen jullie nu gaan maken, want anders lopen we veel te ver achter op school. We hebben weer allemaal opdrachten gekregen van de juffrouw, dus als jullie een banaantje op hebben, gaan jullie aan tafel zitten en gaan jullie beginnen. Maken. Nou, juffrouw, succes met de kinderen. Succes. Ik ga met de kijkers even naar de winkel, want we moeten wat spulletjes hebben. Nou, ik ben onderweg naar de bouwmarkt. Een lockdown zit eraan te komen. Een grote kans dat die gaat komen. En dan mag je helemaal niet met huis uit. En ja, dan zie ik het dus echt thuis verbonden. En thuis heb ik nog genoeg te doen. Maar daar heb ik wel spullen voor nodig. Dus ik ga heel even naar de bouwmarkt verven halen en zo. Want we moeten de schuur achter in de tuin moeten we verven. En als je gewoon 1,5 meter van elkaar afblijft hoe de regels nu zijn, dat gewoon in acht neemt, is er niks aan de hand. Alleen er zijn mensen die gaan nog steeds het park in en nog steeds het strand en alles. En er wordt nu gesproken op voor een totale lockdown misschien. En wilde ik even voor zijn, want als ik dan echt 2 maanden thuis zit, ik er 2 maanden niks te doen. En natuurlijk, je kunt televisie kijken en je kunt gamen de hele dag. Maar ja, dat schiet ook niet op. Dus dan kan beter die huisjes even gaan werven. Dus ik ga even naar de bouwmarkt gaan, even wat verf op. Ik ben benieuwd hoe druk het is. De afgelopen dagen stonden de wachtrijen. Maar ik denk niet dat het vandaag zo ver zou komen. Maar we gaan het zien. Nou, gelukkig is het niet zo druk. Van het weekend stond het helemaal vol hier. Nu valt het wel mee. Nou ja, als die helemaal vol had gestaan, had ik niet in de wachtrij aangesloten. Dan had je ook corona gehad. Dat had ik geen zin in. Het is best lekker vroeg. Dan kun je gewoon even rustig winkelen, rustig spullen pakken en dan kun je 1,5 meter voor elkaar afstand bewaren. Waarom gevraagd wordt. Ah, je hebt nog ruimte zat binnen hier. Ik ken de dans als een mot. Even kijken, eerst wat grondverf meepakken. Nou, ging prima, dat heb ik allemaal meegenomen. Hap verf, bezemsteeltjes, allerlei koppenstukjes, afvoer voor regenwater. En wat ik er allemaal mee ga doen? Dat gaan jullie later allemaal zien op mijn kanaal. Ik ga het eerst even inlaaien. En waar denken jullie mee bezig te zijn? Ga eens huiswerk maken, kom naar binnen. Helemaal klaar. Ja. Wat is dit? Dit is voor jou zometeen. Waarom? Wat gaat dit dadelijk worden, denk je? Weet ik niet. Ga er maar over nadenken. Heb je dit gekocht? Een schommel? Nee. Maar waarom heb je dat Druva gekocht? Een glijbaan. Nee. Waarom heb je dat Druva gekocht? Ja, dat ermee kunnen gaan knutselen. Andere vlog, ander keertje, niet vandaag. Blijft een verrassing. Ga er maar over nadenken wat jij daarmee zou kunnen maken. Een windmolen! Nee, geen windmolen. Sinds de lockdown ben ik niet alleen mama. Ik ben juffrouw. Ik ben poetsvrouw, want dat werd ook van mij gedaan. Maar nu ben ik iets anders. Namelijk, ik ben kapster. De volgende is in de beurt. Waarmee? Nou, ik ben kapster. Schooljuffrouw gaat me goed af. Alles gaat me goed af. Dus knippen, dat kunnen wij ook. Ik heb een tondeuse geregeld. Ik ga mooi jou de haren doen. Dus de stoel staat al voor jou klaar. En dan gaan we beginnen. Ik geloof dat Bieber zo erbij loopt omdat jij aan mijn haar gaat komen. Ja, kijk, ze zijn echte mesjes, hè. Nou, jullie denken dat ik een grapje maak, maar dat zijn echte kleine mesjes, hoor. Levensgevaarlijk spul. Zo, ik ga kijken of deze stand goed is of dat we een standje lager gaan pakken. Ja, maar het moet wel een beetje gefactioneerd worden, hè. Dus zo langzaam, dat lukt mij ook wel. Zit je in de boot? Oh jee. Deze gaan we dus niet pakken erop, want die is... Hoe is er mis mee? Ja, elk professioneel als je dat doet, hè. Het is gewoon expres voor mij, zit de kluisje ertussen liggen. Oh, nee, kijk. Ah, zie je dat? Vanaf, ja. Dus ik ga hem nou even op de... Hoogste stand. Die heeft de hoogste stand, kom je niet erin. Deze is goed. Nou, kom ik niet meer terug. Je trekt ze het wortel al aan mijn kop. Nee, dat doe ik niet. Gaat het goed, denk je, Jaden? Nee! Ja? Nee? Nee. Jullie zijn dadelijk in de beurt. Nee! Wat? Niet goed? Ja, ik ben toch een knipper, papa? Ja. Dat is niet zo, het trekt een hoofd bij, van. Het zit nog weinig haat op. Ik ben wel met je haren bezig, hè. Als je
Dit gaat... Dit doet gewoon echt zeer, hè? Dit doet gewoon echt zeer. Of je bent een klein babytje. Ik krijg gewoon kippenvel, man. Zie je dat? Kippenvel. Spannend. Ja, vind jij het spannend? Ik vind het spannender dan jij, geloof ik, hoor. Auw! Mama! Ja, schat. Niet zo doen! Je moet gewoon een plukje pakken, dan klippen. Precies. Luister naar die kleine jongen, hè, schat. Kijk eens hoe mama doet. Laat Jaden maar doen, hè. Doe jij maar, Jaden. Ik vertrouw die jongen meer dan jij. Knip maar. Ja, goed zo. Kijk, zo gaat het. Zo gaat dat. Oké. Dat heb je goed gedaan. Jullie kijkertjes weten nu ook. Wat weten zij? Dat ik goed kan knippen. Dat je heel goed kan knippen. Ja, dat hebben ze gezien, hè. Ja. Met gewoon een kapperschaar. Ja. Papa is trots op jou, hè, vijf. En het is helemaal niet gevaarlijk wat ik doe met een kapperschaar. Nee, zeker niet. Nee. Nee, ik kost hooguit een paar haren. Ik doe één hand weg en één hand in de kapperschaar en zo klip, klip. Ik heb aan. Hoor je dat? Klip, klip. Ik ben blij dat hij die schaar niet meer in de hand heeft. En klip, klip. Kijk. Hé, schat. Maar ik doe het niet wat lager en lager, want anders is je hele haar weg. Precies. Hou eens vast ermee. Hier, hou eens vast. Wacht, ik pak de grote kam. En daar kun je beter mee knippen. Met de grote kam. Kan je met een kam kippen? Kan je met een kam? Wat kan je met een kam knippen? Ja. Nee. Met een kam kan je? Borstelen. Oh. Nee, met een kam kun je? Ook borstelen. Nee, dan kan je met een borstel. Wat kan je met een kam? Klippen. Nee, wat doe je met een schaar? Wat doe je met de kam en de schaar. Klippen. Nee, je doet met een kam. Je kammen. Kammen. Je kunt de kam wel gebruiken als begeleider om te knippen, recht te knippen. Als je moeder niet kan. Ik zit schots en scheef. Ga je nou stil zetten? Ik zit de hele tijd al stil. Mama moet alleen maar met die schaar doen, want ik wil nooit met dat ding. Want dat vind ik een beetje te eng. Vind je dat zo eng? De dondeuze heet dat ding. Dondeuze vind ik een beetje eng. Dat is niet zo eng. Ja, als mama in de handen hebt wel, ja. Kijk maar hoe rood papa de nek is. Wat ga je doen? Moet je eens opletten. Ik haal je gewoon alle haren. Wat is dit papa? Nou? Sa. Is het nou beter? Gek of zo. Zetten. Laten we zien. Ja. Hij helpt eruit. Jongen. Daar zat ze al de hele tijd op. Hè. Het wilde ze al de hele tijd. Auw. Dit wilde ze gewoon expres al de hele tijd. Zie je, je bent niet te vertrouwen. Je wordt niet kaal. Ja, zie je wat mama nou gedaan heeft. Papa wordt nou een beetje kaal. Kijk, daar. Ja, hier, hier, overal. Kijk, laat op. Kijk. Papa moet kaal worden, papa moet kaal worden. Dat is mooier. Ja. Kom maar. Ja, doe maar hoe je het wil. Mama, mag ik ook? Mag ik ook? Kom hier, mama. Oh, ik wil ook. Ik heb het gewoon alleen gedaan. Ja. Kijk, altijd omhoog. Lekker voor je, ja. Ja, maar nu is jullie aan de beurt, hè? Nee. Jawel, hierna ben je aan de beurt. Nee, mama doet jou, schat. Nee. Jullie zijn niet met handjes. Mag ik alleen? Nee. Hou je op. Mama, ik ga mijn haar echt niet kaal maken. Ja, zeker wel. Nee. Ja, zeker niet. Mama heeft ook geen kaal haar. Kom hier. De kijkertjes willen niet als papa kaal is. Toch, kijkertjes? Jawel. Jawel. Dat is lekker grappig. Ze hebben een reactie als je niet van mijn vader kaal wil zien. Ik vind dat mama een goede kapper is en mama is de goedste mama van de wereld om papa lekker kaal te maken. Ha, nee, nee, nee. Ik wou papa ook kaal hebben. Deze. Ja. Deze. Ik zag als. Ik had van mama als. Dat ziet er niet uit. Wat is dit? Ik ben kaal. Ja. Erg hè. Arriba, je was blond hè, maar je ziet hoe donker je nou bent. Goed gedaan, mama! Mama is niet geslaagd voor kappertje! Nee! Je moet wel wat haar! Ja, ik voel zeker wat haar. Ik ga je broertje troosten, want ik denk dat hij niet op papa heeft. Kijk eens, joh. En dan ga je eventjes mooi scheren, schat. Je baard.
En dan zie je dat het een heel ander gezicht is. Ja, dat zie ik, ja. En papa, ik is klaar. Ja, maar voel nou eens op het bolletje. Doe nou eens aaien, hoe zacht dat is. Voel. Oh, lekker. Dat is lekker, toch? Ja, en ik wou eigenlijk net, ik wou als ik begin met knippen ook tegen papa zeggen, maak papa kaal. Oké, okay, nou ja, dat heb ik nou gedaan. Nou, Ruben die is, als ik probeer even gaan douchen. En dan gaat hij zich even scheren. Mij deelt een commentaar lopen geven. Terwijl ik uiterste mijn best doe. Ach, geentje tussendoor. Moet toch kunnen? Ik ben er al een beetje aan gewend, John. Dat is wel lekker zak op zijn hoofd, ja, Jason. Ja, lekker. Hij vindt het niks. Lekker. Dan heb ik een verrassing voor je, schat. Morgen word jij kaal. Ah, nee, kaal gaat hij niet worden, schat. Mm-hmm. Wij doen hem alleen een beetje de stuppeltjes, maar Jason gaat niet kaal worden. Papa, wil je zo van de week gaan een schommel maken? Zal ik het dadelijk voor jou doen? Ja. Maak dadelijk een schommeltje voor jou dan. Ja. Ja? Als een schommel in de tuin staat, ben ik blij. En als een schommel niet in de tuin stond, dan werden wij niet blij. Ben je dan niet blij? Dan ga je daar hartstikke blij maken. Ja. Oké. Okay. Mooi. Nou, ga eerst even eten. Ga papa ook even doen. Dan ga ik dadelijk bouwen, ja? Ja, en je gaat het ook echt doen. Ja, en dan moet je leeg en niet met de mond vol praten. Maar ik heb een beetje in mijn mond en ik kan je mond horen. Ja, maar je mag niet met de mond vol praten. Ja, dat klopt. Je haar is echt zacht. Mijn haar is een beetje hard. Ja, haar is ook zacht. Maar voor mij is het een beetje als een deurmat, hè? Mhm. Is een beetje zo. Mijn jou is super zacht. Ja. Ik kijk, ik heb een baby. Jij bent baby, hè? Baby panda. Ja. Loop je al de hele dag mee? Die heet Riviana. Heet je Riviana? Ja. Hallo Riviana. Van onze familie. Ja, is dat familie van jou? Ja. Hé, hey, maar je hebt je bordje lekker leeg gegeten, ga lekker spelen buiten. Ja, dan gaan papa en mama ook nog even eten. Ze vindt zichzelf echt grappig, hè. Ze is aan iedereen die foto aan het doorsturen. Ze hebben een foto van mij gemaakt van mijn hoofd en iedereen is hem aan het doorsturen. Alle familieleven, oh kijk hoe ik ben nog weet. Oh, wat leuk. Hé, hey, maar ik heb wel eens laten vertellen dat dames op kale mannen vallen. Maar je bent niet helemaal kaal. Ja. Nee, je bent niet helemaal kaal. Maar kijkertjes, we kunnen morgen helemaal kaal maken. Ja, dat gaan we doen. Mam, mag ik dit niet weten? Nee. Zeg schat, hou het even vast. Kijk eens, ik kan op mijn broek plaatsen. Zoek de verschillen. Zullen we gewoon op je kop kapot slaan? Ja. Kom hier met die camera. Dat is normaal. Weet je wat je dus gewoon moet in de kamer maken? Ja. Maar is het ook echt hetzelfde constructie? Deze constructie, ja. Hoe dan? Ga ik eraf halen. En dan hangen we die. Hangen we dan hier in het midden op. Oh, papa, weet je wat ik net deed? Gewoon dit helemaal. Ja. En eigenlijk, wist jij dat je hier vanaf moest blijven? Oh, mag hij aan de kant? Nee. En dan laat ik hem los. Helemaal los, ja. Kijk, zo. Ja, ik weet het. Kijk zo, hè. Laat het zo. Ja, maar weet je wat er gebeurt? Aan de andere kant komt de paal naar beneden en die komt er tegen je hoofd op. En daar mag jij niet aankomen, ja. Zo, doe ik dat. Ja. Maar soms gaat het niet echt goed. Nou, blijf er nu maar vanaf. Ik ga hem helemaal afrekenen. Oké. Papa, ik ga jij helpen. Ga je mij helpen? Ja. Dan mag je deze dingen mag je losmaken. Die koppelstukken, ja. Ja. Goed zo, is net een koffiejut. Hé, die kunnen we ook wel eens maken, een koffiejut. Deze is ook wel los. Ja, dan de laatste. Goed zo! Heb je goed gedaan? Applaus voor jezelf! Even naar papa. Ja. Dan papa hem hier doorheen halen. En dan gaat het ophijzen! En dan moet ik hem strak maken hierboven. Kijk, let op, dan legt papa hem zo. Aan jongen! Ja, leuk! Leuk! Yay! Lieve vrienden, bedankt voor het kijken van deze video. Als je nog niet geabonneerd bent, doe het even snel. En vergeet natuurlijk heel even het belletje niet, hè. Tot de volgende keer.